Als de morgen is gekomen en alles wat ik heb meegemaakt al lang verleden is. Podcast. Welkom bij een kakelverse aflevering van deze podcast. Het is aflevering nummer 12. Daar zit Sarah Bakker. Ik ben Kevin. En tussen ons in zit de nummer 2 van de BBB. En dat ruimt Mona Keizer. Mooi. Mevrouw Keizer, we gaan uwen in deze podcast. Ja. Ja, laten we dat maar doen. Ik ben hier in functie, zoals dat heet. Ja. Oké, en laten we dan even beginnen met het feit dat we een aantal dingen niet mogen bespreken. Want dat is wel duidelijk dan voor de kijkers / luisteraars, zodat ze weten van, nou, waarom stel je die vraag er niet? Waar mogen we het even voor ons ook, waar mogen we het niet over hebben? Waar kunnen we het niet over hebben? Jullie mogen alles vragen, maar ik kan geen mededelingen doen over de formatie. Dat is het. Ja. Dat zegt mevrouw Keizer ook altijd als ik er spreek in de Kamer. Dan ga ik er toch altijd die vragen stellen. En dan zegt ze, ook al lig ik 's nachts in bed en word ik wakker gemaakt door een hele enge meneer. Dan geef ik alsnog geen antwoord op de vraag. Ja, maar ook als het een hele leuke meneer is, dan nogal zeg ik, daar kan ik helaas niks over zeggen. Oké, dus echt rondom de formatie en de inhoud daarvan, daar kunnen we het niet over hebben. Nee. Kan ik dan wel vragen of u zin heeft in het premierschap? Dat kan je ook vragen, maar dat is niet aan de orde. Dat is. Je bent wel voorgesteld op die manier. Ja, nee, maar dat en nog steeds. Bij de BBB. Bij de BBB, inderdaad. Bij de BBB. Ja. Dat is helemaal correct. Ja. Maar de verkiezingen zijn geweest. En de BBB is de kleinste van de vier partijen. Dus is het niet meer aan mij. Nee. Maar Geert Wilders wordt het sowieso niet. Ze worden het allemaal niet. Ze willen dus gaan kijken naar een soort van, nou ja, iemand die een beetje boven de partijen kan staan. Die een goede uitstraling heeft. Die ook in het buitenland goed zou doen. Nou ja. Mevrouw Keizer. En uw naam we toch aan het uwe zijn. Ook, hè? Naam gonst ook. Ja, nee, en nu dat jullie hem ook weer in die categorie neerzetten, gaat het gonzen gewoon door. Alleen het die we gebruiken. Uw naam gonst. Ja. Ja, dat zeg ik altijd, dat is goed nieuws. Zolang er over je gepraat wordt, ga je nog lang niet dood, zeg ik altijd. Dus dat is fantastisch. Ja. Alleen het is niet aan de orde. Dus jullie mogen het echt waar. Een beetje over dromen dan, toch? Nou, de vraag is of je dat iets is waar je over moet dromen, trouwens. Is dat zo? Je leven is wel voorbij, hè? Ja. Ja. Is je leven voorbij als premier? Ja. Nou ja, dat is gewoon 100 uur. Trouwens, dan ben je altijd aan het werk. Ja, maar je bent dan wel voorgesteld bij de BBB met die intentie. Dat klopt. Dat u het zou kunnen worden. Absoluut. Dan heeft u daar wel over nagedacht, toch? Maar we praten maar door en de minuten gaan maar door over iets wat niet aan de orde is. Dus ik vind prima. Dan heb ik nog een hele verschillende andere manieren, nog een paar keer, maar het is niet maar heel mooi. Gooi hem even over een hele andere boeg. U zegt dan heel erg netjes, ik ga daar geen antwoord op geven. Nou, op zich, dat is afgesproken, dus dat snap ik ook helemaal. Hoe kijkt u er dan naar dat andere mensen zoals Geert Wilders zich daar niet aan houden? Iedereen moet lekker doen wat hij zin in heeft. Dat is een beetje een levens. Maar u vindt daar wel iets van, toch? Want ja, maar u houdt zichzelf eraan. Er helemaal niks over zeggen. Nee. Dus ook niet over Geert Wilders. Nee. Wilt u er dan misschien iets over twitteren? Man. Nee, ook niet. Oké, helder. Volgende vraag. Bevalt het bij de BBB? Ja, heel goed. Waarom? Omdat het mensen zijn die altijd beginnen met wat betekent het voor mensen. Dus niet wat is het juridisch, hoeveel geld kost het, kan het wel, wat vinden anderen ervan. Het begint altijd met de vraag, wat betekent dit nou voor mensen in Nederland die hun best doen, die aan het werk zijn, die voor hun familie zorgen. En dat vind ik heel erg mooi. No-nonsense heet dat. Ja. Was dat anders dan bij het CDA? Dat is veel meer een bestuurderspartij altijd geweest. Ja, zeker. Dus weet je, en dat was altijd wel bijzonder, want ik ben natuurlijk een jurist van huis uit en ik ben een bestuurder. Nu moet ik eigenlijk, wat ik bij het CDA altijd deed was van, ja, ho jongens, wacht nou eens even, maar wat betekent dit nou voor de mensen? Mm-hmm. Ben ik nu bij de BBB vaak degene, ja, ho, wacht eens even, wat kost dit en kan dat wel en redden we het wel? Past deze rol u dan beter? Nee, het zit alle twee in mij. Hoe kan het dat u na zo lang bij het CDA te hebben gezeten, ook de manier waarop u daar weg bent gegaan, toen de coronacrisis, nu dit, dat u nog steeds dat heilige vuurtje heeft? Dat is waarom ik in de politiek zit. Ik zit in de politiek omdat ik zie dat er problemen zijn die mensen frustreren. Waardoor mensen niet eigen keuzes kunnen maken in hun leven. En de plek om daar wat aan te doen, voor mij, is in de politiek. Dus dat is nooit weg geweest. Kijk, toen ik in september 2021, dat is dus echt al bijna weer drie jaar geleden, mensen, kinderen. Wat blijft de tijd?
Toen ik ontslag kreeg vanwege mijn stellingname ten aanzien van het coronatoegangsbewijs, toen heb ik wel een hele tijd geprobeerd om uit de politiek te blijven. Want ik had het mijn leven lang gedaan. Ik denk, nu is het aan anderen. Wat ging u doen dan? Nee, ik heb van alles gedaan. Lekker visje eten. Dat zeker, lekker visje eten. Feestje bouwen met Jan Smit en zo. Dus ik heb echt wel mijn best gedaan op het privé vlak. Ja, wat Jan Smit zei, ben je nou weer Mona? Ja, nee, dat zegt Jan niet tegen mij. Jan zegt tegen mij, hé, wat fijn dat je er bent. Okay. Zo is hij trouwens. Ja, zo is ja, hij dat gewoon. Geloof ik ook wel, ja. Maar ik heb gewoon allerlei dingen gedaan. Ik heb natuurlijk op tv ben ik politiek commentator geweest. Ik heb bedrijven geadviseerd in lobbywerk, maar ook in de volgende stap. Ik ben commissaris geweest. Maar ja, op een gegeven moment kwam ik gewoon tot de conclusie, dan zat ik naar de tv te kijken. Dan zei ik, en dit, en dat, en zo, en zo. En dat bij mij thuis zeiden ze, mam, ga alsjeblieft weer werken. We worden gek van je. Ga alsjeblieft de politiek weer in. Ja. Dus, nou ja, dus op een gegeven moment ben ik het gewoon weer gaan doen. En dat heeft er dus mee te maken. En dat zit op allerlei vlakken, hoor. Wij gaan het nu direct hebben over asiel, migratie en integratie. Ja, daar gaan we het inderdaad zo dadelijk over hebben, mensen. Een van de dingen waar ik me ook buitengewoon op kan winden is ons fiscale stelsel met de toeslagen. Ja. Het houdt mensen gevangen in armoede. Ja, laten we eerst even naar de actualiteit gaan. We hebben een hoop items gemaakt de afgelopen week. En toevalligerwijs waren we in Volendam. Als de morgen is gekomen. Op Volendam. Precies, Kevin. Want aanleiding, in Volendam wil geen inwoner meer weg, maar ook geen nieuwe aanwas meer. En daar maakten we deze week een item over. Maar we hebben mensen genoeg, hoor. Er hoeft er niet nog meer bij. We zitten vol. Alle stambomen zijn hier meer cirkeltjes dan echt bomen te noemen. Nou, dat valt wel mee, hoor. En jouw nichtje is niet toevallig ook je vrouw? Nee. Toevallig niet. Wat is dat toch met dat Volendam? Hoe lang woont u al in Volendam? Uw hele leven of niet? Ik ben daar geboren en getogen. Ja. En ik heb 20 jaar in Ilpendam gewoond. Daar, Ilpendam. Daar is mijn man geboren en getogen. Ja. Maar ja, toen op een gegeven moment ben ik gewoon weer teruggegaan. Oké. Dus het beloofde land. Dus u bent geen jas? Nee, hè? Zeker weten van niet. Zeker weten van maar waar komt deze houding eigenlijk vandaan vanuit Volendam? Ze hebben 22.000 inwoners en ze zeggen heel stellig, nou, er komt niemand meer in, want Volendam is ons Volendam. Waar dat vandaan komt is, we hebben ook een dialect, hè? Dus we hebben ook een dialect wat ons met elkaar verbindt. Onverstaanbaar overigens. Nou, dat valt echt wel mee. Nou, als mijn familie woont, een deel van mijn familie woont in Volendam. Ja, Volendam zijn roots inderdaad. Geen reet van. Van wie ben je erin, zeggen wij dan? Nou, het is mijn neefjes wonen daar. En hun moeder is Volendams. En haar achternaam is Steur. Dus op zich, lekker Volendams. Ja, zeker. Net als Keizer, ja, klopt. En Visser. Ja, ja, en ik schilder. Had Tieneke. Ja. Die zat bij mij op nou, de... Nou, Tieneke is mijn tante, Tieneke nou, kijk, Steur. Alsjeblieft. Ja. Nou, die ken nou, ik. Een kat in het zakje. Nou, lekker, mooi. Lekker. Goed volk. Ja, goed volk. Dat ben ik. Ja, zeker. Ik kan niks meer fout doen. Nee, klopt. Nee. En ik ben ook een vrouw en Mona is ook een feminist. Ja, dus ja dus zeker twee, weten. Twee tegen. Dus twee tegen één. Ja, dan moet ik de aanval extra hard inzetten. Ook tegen jou, Sarah. Ja, ja kom maar. Dat ja, ga jij maar. Verliezen. Dat ga ik verliezen. Oké. Okay. Maar wat het nou is, het is een gevoel van samenhorigheid. Samen de schouders eronder zetten. Het heeft een bepaald soort hele droge humor. Soms ook een beetje plat. Ja. Hard werken. Doe maar gewoon. Maar in dat gewone ben je wel de beste. Juist. En dat is wat dan met elkaar gewoon verbindt. Ja. Maar en feesten. En feesten. Hard werken, hard okay. Feesten. Juist. Is Volendam eigenlijk een soort voorbeeldsamenleving in Nederland? Ja, als u het het liefst voor u zou zien, zou heel Nederland dan als Volendam zijn. Ja, waarom niet? Waarom niet? Lachen en dan aanvallen. Waarom niet dan? Vertel dan. Ja, nee, precies. Nou ja, kijk, iedereen heet Keizer, Smit. Dus ik denk dat je ook op een gegeven moment een soort van in cirkeltjes met nee, elkaar... Met, nee, is dat niet zo? Nee hoor. Die vraag werd trouwens ook door Mark gesteld, toch? Van is het niet, ja... Zijn jullie niet allemaal familie? Is jouw achternicht niet jouw vrouw? Ja, die vraag stelde die aan de Keffer, zoals hij die bij ons heet. Ik heb het filmpje de gezien. Keffer? Ja, dus we hebben allemaal bijnamen. Oh. Omdat er zoveel dezelfde ik achternaam ook Keffer genoemd. Een soort maffia. Nee, omdat er... Nee, helemaal niet. Nee, maar helemaal omdat niet. Er zoveel... dezelfde achternamen zijn. Weet je hoeveel Janne Tol er zijn? Ja.
Hoeveel Theo Kok er zijn. Ja. Hoeveel Henk Smitten er zijn. Ja. Dus dan heb je gewoon op een gegeven moment achternamen nodig om mensen te onderscheiden. Ja, okay. Ja. Helder. Ja. Is er eigenlijk een asielopvang in Volendam? Even zien. Er worden in de gemeente. Ja, er worden in de gemeente worden Oekraïners opgevangen. In het motel. Het Hotel Volendam, zoals dat heet, maar toevallig net nog op grondgebied van de gemeente Waterland ligt, is een asielzoekerscentrum. Volendam voldoet, ondanks het feit dat er de hoeveelheid sociale huurwoningen heel laag is, worden er ook in de gemeente statushouders opgevangen. We zitten nu weer in een nieuwe situatie. Het is over het algemeen zo dat de staat zich niet kan bemoeien met wat een gemeente wel of niet toelaat op het gebied van asielzoekers. Ook met de spreidingswet zit daar nog een nuance in. Maar we zitten nu in een situatie, daar heeft zich ook heel kwaad over gemaakt bij WNL. Kunt u maar even uitleggen, wat is nou de precieze situatie waarin we nu zitten in bijvoorbeeld Castricum? Nou, in Castricum, daar heeft het COA, dat is de organisatie van de Rijksoverheid die de opvang van asielzoekers regelt, heeft gewoon besloten om daar in een hotel statushouders onder te brengen. Juist. De staatssecretaris heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin staat, altijd wanneer ik vreemdelingen, staat er dan in die brief, onderbreng in een gemeente, doe ik dat in overleg met de burgemeester. En nu dat we de spreidingswet hebben, horen daar eigenlijk het college van burgemeester en wethouders bij. Dat is de lokale democratie. In Castricum hebben ze gewoon geplaatst en dan krijg je het woordenspelletje of statushouders onder vreemdelingen vallen. Nou, we hebben in onze grondwet twee soorten mensen. We hebben vreemdelingen en we hebben Nederlanders. Dus mijn conclusie, statushouders vallen ook onder vreemdelingen. Maar los daarvan, dit moet je in overleg doen met de lokale democratie. Want als je één statushouder in een hotel zet, hoor je niemand. Maar als je dat meerdere mensen doet, en hier gaat het over tientallen, moet je dat in overleg doen met de gemeente. Want statushouders hebben niet de financiële middelen die toeristen wel hebben die in hotels verblijven. En die dus hun geld in de lokale middenstand besteden. Ja. Winkels en horeca. Dus ik heb ook tegen die staatssecretaris gezegd, wat ben jij nou aan het doen? Wat ben je nou helemaal aan het doen, man? Nou, dat formuleer je dan natuurlijk op een andere manier in het plenaire zaal. Wat bent u nou allemaal aan het doen? Man? Of slaan je op je bek? Nee, zou je mij echt nooit horen zeggen. In de plenaire zaal? Nee, maar even serieus. Nee, zeker niet. Dat hoor je niet te doen. Nee. Maar even serieus. Ik heb ook tegen de staatssecretaris gezegd. Ik zeg, u hebt een groot draagvlak onder gemeentebestuur in Nederland. U gooit dat te grabbel nu door op deze manier te werk gaan. Wat is het probleem van Erik van den Burg? We hebben zoveel asielzoekers, ontheemden en statushouders, dat we het niet meer aankunnen. Nee. Wij hebben de opvangrichtlijn. Dat is Europese regels waarin voorgeschreven staat hoe je als iedereen die zijn hand opsteekt en zegt ik wil asiel, ben je verplicht op te vangen in voorzieningen. Stop daarmee. Wat moet hand hier naar beneden. Nee, die mensen komen. Okay. Dus wat er moet gebeuren is om te voorkomen dat die mensen hier naartoe komen, dat moet Europees gebeuren. En dat kan geen 2 jaar wachten, dat moet veel sneller. Maar in Nederland kunnen wij natuurlijk prima zeggen, België heeft dat ook gedaan, alleenreizende mannen, die gaan maar naar hun familie en vrienden toe en zeggen, heb jij voor mij een plek om te slapen? Dat zeggen wij namelijk tegen de 20ers en de 30ers ook in het land. Die slapen bij vrienden, die wonen bij hun ouders op zolder. En waarom alleenstaande mannen? Omdat dat de makkelijkste groep is om dat tegen te zeggen. Tegen alleenreizende asielzoekers, minderjarige asielzoekers, kun je dat niet zeggen. Tegen kinderen. Precies. Tegen gezinnen is dat ook lastig. Maar alleenreizende mannen is dat natuurlijk veel eenvoudiger om dat tegen te zeggen. U zegt natuurlijk, waarom is dat natuurlijk? Omdat die veel sterker zijn dan minderjarigen. Dat is toch logisch? Ja. Maar het moet veel minder aantrekkelijk worden gemaakt. Absoluut. Dat is een stevige kritiek geuit. Ja, het badwater kan stukken kouder. Wat wil dat zeggen? Wat is uw voorstel dan? Nou, wat wij bijvoorbeeld ook in Nederland doen, wat niet verplicht is vanuit Europa, is wij geven meteen vanaf dag 1 iedere asielzoeker een sociale advocaat. Nou, dat kan ook minder. Dat is pas verplicht in de beroepsfase. En dat is ook een van de dingen die ik gezegd heb. Dat is iets wat ook gewoon heel snel moet worden ingevoerd. En een derde punt wat moet worden ingevoerd. Ja. Waarom is Nederland zo aantrekkelijk voor alleenreizende minderjarige vluchtelingen? Nou. Omdat op het moment dat je binnenkomt, kom je in terecht, hè, want we hebben het over kinderen die alleen reizen, die overigens door hun familie worden vooruitgestuurd. Hè. Vergis je niet. Maar die komen hier binnen. Zegt wie? Wie zegt dat? Dat blijkt uit alle onderzoeken.
Oké. Ja, en dat is logisch. Hoe komt een kind uit diep Afrika in zijn eentje aan de Middellandse zeekust, heeft geld om te betalen aan mensensmokkelaars om uiteindelijk hier aan te komen? Dus dat kunnen kleine kinderen niet alleen. Ja. Die worden vooruitgestuurd. Wat maakt dat aantrekkelijk? Die komen dan terecht in goede opvang met alle voorzieningen die erbij horen. Maar vanaf het moment dat die een verblijfsvergunning krijgen, mogen die de nareis van familieleden doen, inclusief hun volwassen broers en zusters, tot en met 23 jaar. Mm-hmm. Maar ook de gezinnen, ja, die volwassen broers en zussen dat inmiddels hebben. Nou, een van de dingen, worden. Dat moet veranderd worden. Hoe dan? Dat kan je dat is iets waar je Europa niet voor nodig hebt. Volgens mij is dat zelfs iets waar de Tweede Kamer niet voor nodig is. Dat is wat de staatssecretaris zelf kan doen. Maar als hij de Tweede Kamer ervoor nodig heeft, is er nu een dikke meerderheid om dat zo snel als mogelijk door de Kamer heen te krijgen. Ja, wat dan? Wat vanwege dan? De aan te passen dat, ja, alleen de broers en zussen, de nareis van familielezen, alleen broers en zussen tot 18. Tot 18, oké. Okay. Vader, moeder niet dan? Die horen bij het gezin, okay. Maar uiteraard. U bent een slimme vrouw. Op mij komt dank het, u. Als u. Maar op mij komt dit dan een beetje over als arbitrair. Want u zegt natuurlijk en u zegt logisch. Maar wie bepaalt wat goed en fout is? Wie bepaalt wat wel en niet kan? Wie bepaalt wie de politiek, wel en niet binnen kan de meerderheid, komen? De meerderheid in de Tweede Kamer is degene die deze regels eerder heeft vastgesteld. En is dus ook degene die regels kan aanpassen. Ja. Maar de vraag die jij stelt, is dit moreel juist? Dat is de vraag die jij stelt. Ja. Nou, dat is natuurlijk iets wat altijd ter beoordeling is aan ieder mens individueel. Maar voor mij geldt daarvoor, ja, we hebben een verantwoordelijkheid om mensen op te vangen die vluchten voor oorlog en geweld. Maar we kunnen het niet meer aan in Nederland. Als we er niks aan doen, groeien we binnen een jaartje of 2025 naar meer dan 23 miljoen inwoners. Ja. De gemiddelde wachttijd voor een betaalbare huurwoning is in dit deel van Nederland inmiddels 13, 14 jaar geworden. Het gaat niet meer. Van de week is er een verklaring tegen jodenhaat opgesteld. Door iedereen ondertekend, behalve door Forum voor de Democratie en DENK. Waarom is deze verklaring opgesteld? Omdat inmiddels de hoeveelheid incidenten tegen Joodse mensen, tegen mensen met een Israëlische nationaliteit, nou ja, gillend en gierend de pan uit, hoe noem je dat? Reizen? Uitreist, ja. Afgelopen week is zelfs een Joodse vrouw die een dochter heeft, die bij het Israëlische leger dienst doet, is thuis bezocht, uitgescholden. Ja. Er worden ruiten ingegooid, kinderen durven niet meer naar school. Joodse artiesten die het optreden onmogelijk gemaakt wordt. Ja, en dat is vreselijk. Het is ongelooflijk. Waarom worden geen verklaringen opgesteld voor andere minderheden? Zoals de islam of de LHBTQ gemeenschap? Wanneer is er recent een islamitische acteur of comediant het optreden onmogelijk gemaakt? Ik heb niet 1, 2, 3 een voorbeeld, maar als je hier in Amsterdam of elders loopt, hand in hand, twee mannen, dan word je nog steeds, kan je nog steeds in elkaar worden geslagen. Ja, en door wie gebeurt dat meestal? Kijk, zeg het maar. Ja, nou, dat blijkt uit onderzoek wat in de gemeente Amsterdam in een laat terecht gekomen is. Klopt. Dat zijn heel vaak mensen met een islamitische achtergrond. En ik zeg er nadrukkelijk bij, want ik ken persoonlijk moslims waar het niet voor geldt, die op geen enkele manier op zo'n manier naar Joodse mensen kijken of naar homoseksuelen kijken. Maar heel veel van deze groepen wel. En het wordt echt de hoogste tijd dat wij deze olifant in de Kamer benoemen. Ja. Want alleen door hem te benoemen kunnen we duidelijk maken dat dit niet past in de Nederlandse samenleving. Ja. En wat vindt u ervan dan dat Forum voor Democratie en DENK die niet hebben ondertekend? Ik vind het onbegrijpelijk. Ik zat van de week in een commissiedebat naast een van de Kamerleden van DENK. Ja, en dan krijgen we woordenspelletjes. Ja, is dit wel antisemitisme? Ja, het spijt me verschrikkelijk, maar een Joodse artiest het optreden onmogelijk maken, ja, er uitschelden voor terrorist, ja. Lenny Koer was dat in dit geval. Maar er is ook in Maastricht een incident geweest waarin een Joodse film, ja, het vertonen bijna onmogelijk gemaakt is. Het spijt me verschrikkelijk, dat is jodenhaat. Ja. Kun je kritisch zijn
op de Israëlische staat? Uiteraard. Ja. Natuurlijk mag dat. Ja. Maar dat is wat anders. Ja. Nou ja, dat is mijn vraag. Het is, soms gaat demonstreren vriendelijk, soms wat minder vriendelijk. Zoals een concert verstoren of een filmhuis, de deuren blokkeren. Waar ligt de grens als het gaat om demonstreren? Nou, de vrijheden bewegen zich altijd natuurlijk in een strijd met andere vrijheden. En het recht op demonstratie is een van de grondrechten die we hebben. Juist. Maar tegelijkertijd is die niet onbegrensd. Dus waar ligt de grens? Je niet houden aan de vergunning die je daarvoor hebt aangevraagd. Okay, maar soms maak je daar niet zoveel impact mee. Ja, dus als ze zeggen, we gaan maar een concert verstoren. Want die zegt dat het goed is. Maar nee, dat er dan iets meer impact... En we gaan weer even heel precies zijn. Demonstreren mag. Je hebt je daarbij aan de wet te houden. Je sloopt geen spullen van een ander. Dat is ook zo'n grens. En wat je in ieder geval niet doet, is een... Omdat iemand Joods is, ja, hem of haar het optreden onmogelijk maken. Eens? Dat is Jodenhaat. Nee, en zeker en laten we het gewoon benoemen zoals het is. Ja, ik vond het helemaal gruwelijk, omdat die dag daarvoor natuurlijk de aanslag in Moskou bij een concert heeft plaatsgevonden. Ik kan me voorstellen, als je daar hebt gezeten, dat je echt doodangsten hebt uitgestaan. Jeetje, wel een hoop problemen, hè? Nou, en eigenlijk is het al veel te kort, hè, zo'n podcast. Ja, je kan er nog duizend jaar, want ik wil het ook nog over feminisme hebben en zo. Maar goed, dat interesseert waarschijnlijk alleen mij. Mijn smaak is heel niche. Nee, hoor, meneer Van Arnhem. Die denkt van nee, gaan we het niet over hebben, want wij zitten hier natuurlijk met z'n tweeën. Hij weet één ding zeker, dit ga ik glorieus verliezen. En niemand zit erop te wachten op feminisme. Nou, over feminisme, we gaan even naar de Gouden Ouwe. Oh ja, Gouden Ouwe, tot slot. Het was een leuk, 2012 was dat. Toen was Rutte in de Kamer. En dat ging over vrouwen op de lijst van de SGP. Heb je het grote nieuws al gehoord? Welk groot nieuws? De SGP gaat vrouwen op de kieslijst zetten. Is het erdoor? Ordinair, hè? Ja, nou, ik vind het wel... Mogelijk. Ja, ik ben een vrouw, dus ik vind het wel een goede zaak. Ja, er stond geen enkele vrouw op de lijst. Toen en nu nog steeds niet. Nee. Er staan nu 44 mannen werden afgelopen jaar gepresenteerd. Ja, wat is daar mis gegaan? Ja, dat zijn onze mannenbroeders van de SGP. Ik heb het filmpje even gezien. Oh, wat worden we oud allemaal. Elbert Dijkgraaf, nu informateur, kwam er ook voorbij. Fantastisch, daarvoor moeten we bij de heer van der Staaij zijn. En ik vond nog de uitsmijter nog wel de allerleukste, dat Rutger Kastikum zei, godzijdank. En toen zei Albert, en als u dat nou meent, is mijn dag gemaakt of zoiets. Fantastisch. Ja, het is heel grappig, maar ja, tegelijkertijd ook wel een beetje treurig dan, denk ik, toch? De wereld zit vol met problemen, maar gelukkig is daar nog altijd Volendam. Dank u wel, mevrouw Keizer. Kijk, deze, nou, beter wordt het niet meer. Daarom. Nee. Akkoord. Dag, als de morgen is gekomen en alles wat ik heb meegemaakt al lang verleden is. Dag hoor! Hallo, wil jij meer van dit soort bijzonder amusante content? Abonneer je dan en druk op het belletje. Doen!